Hier zijn we aangekomen in ons atelier. Dit atelier dient vooral om uit te gaan creëren en technieken te gaan maken op maat. Enerzijds gaan we technieken creëren die soms moeten gezocht worden. Bij een bepaald stuk steen of bij een bepaald stuk stof ga ik eigenlijk de kleur proberen te matchen met jullie project. Maar dat kan ook een stuk, een andere techniek zijn die we gaan proberen te creëren. Het hoeft niet allemaal functioneel te zijn. Vooral decoratief zijn de mogelijkheden oneindig. Het leuke is ook aan deze ruimte dat we ook onze mensen intern kunnen gaan opleiden. Dus we kunnen hier ook onze technieken die we hier dagelijks gaan creëren, ook voordat ze naar de werkvloer gaan leren aanbrengen. Dus dat is eigenlijk een klein beetje de bedoeling van deze atelier. Anderzijds hebben we natuurlijk ook nog gekozen om de atelier volledig af te werken met technieken en texturen om ook hier gezelligheid en een warmte te creëren. Deze showroom atelier is eigenlijk ook te bezichtigen als jullie naar onze showroom komen. Creëren is ook in onze omgeving waar we werken. Warmte, gezelligheid. We hebben hier ook gekozen om warme technieken, kalkbasis natuurlijk wel. En zelfs met een haartje erin. Een atelier waar ook gezelligheid natuurlijk naar voren moet komen. Als we hier werken aan technieken, moeten we hier met een goed gevoel werken, moeten we content zijn. En ik vind toch wel dat we een unieke atelier hebben gecreëerd. Waarin dat zowel onze technieken als ook de mogelijkheden om iets te creëren heel mooi aan bod komen. Dus ook in onze atelier een toffe techniek rond de gashaard. Maar ook weer de gashaard die een heel mooi gevoel geeft en warmte in onze show.